Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. De Olympische Spelen wordt 1 keer in de 4 jaar georganiseerd. En daardoor krijg je dus ook dat de Olympische Spelen van 2024 pas de 30ste zomerspelen zijn die voor het eerst in 1896 werden georganiseerd. Vraag 1. Hoe volgt u de Olympische Spelen en wat is uw favoriete sportonderdeel? Oh ja, nou dat weten we wel. We hebben het niet heel erg gevolgd, want we waren op vakantie. Maar hockey vinden we heel leuk om te kijken. Was ook spannend gisteren. We hebben op de radio geluisterd toen we terugreden. En paardensport. En jij? Paardensport ook vooral en hockey. Ik heb geen favoriet sportonderdeel. Ik vind de 100 meter sprint koningsnummer natuurlijk is prachtig, dus daar kijk ik graag naar. Maar verder, ik volg de Nederlanders. En of het nou basketbal is, 3-3, vond ik fantastisch afgelopen maandag. Heb ik echt van genoten. Ik kende de sport amper, maar die laatste worp, fantastisch, kan ik van genieten. En ik kan ook genieten van Femke Bol, het zwemmen. Gisteren, door de Seine heen, die twee uur lang zwemmen. Die Nederlandse die voor de tweede keer volgens mij goud pakte. Prachtig, daar kan ik van genieten. Ja, ik volg deze Olympische Spelen niet, maar ja, mijn favoriete onderdeel is boksen. En dat gaat nu helemaal fout. Dus ja, met die dame, hè? Ja, die dame die een heer blijkt te zijn, omdat een X-Y-chromosoom heeft. Die heerdame die is afgekeurd bij de professionele boksenbonden. Die mocht niet mee competitie doen, want die was gewoon een man. En hier staat ze tegenover een vrouw die na 2 klappen gewoon opgeeft omdat ze te veel pijn heeft van de klap. En ik snap niet dat de Olympische Spelen het comité haar die man heeft toegelaten. So we're watching just on TV whenever we can. We usually catch up every day when we get back to our hotel because we're just staying here to visit family. I like soccer and the sprints. Oh. Yeah. Ik volg het zoveel mogelijk. Als ik tijd heb. Mijn favoriete sportonderdeel is wel afgelopen. Dat was de rugby sevens. Maar dat was helaas binnen de eerste paar dagen al wel voorbij. Maar ik vind eigenlijk alles leuk. Ja. Ja. Doet u zelf ook aan sport? Ja, ook rugby. Rugby? Ja. Okay. Geen sevens, maar 15's zelf. Maar, ja. Maar u komt er nog een keer bij de Olympische Spelen of niet? Ja, natuurlijk. Ja, over 4 jaar ben ik er hoor. Nee. Ja, vooral via tv of via mijn telefoon als ik ergens anders ben. Ja, bij mij waterpolo. Ja, hetzelfde, maar bij mij handbal. Nou, ik zou het zo vertellen. Echt volgen doe ik het niet. Ik kijk alleen s'avonds met het nieuws of zo. Dus ik moet niet zeggen dat ik dus dagelijks... Ik heb er tijd zat voor. Daar gaat het niet om. Nee. En wat is uw favoriete sportonderdeel? Sportonderdeel? Nou, niet direct een sportonderdeel. Nee. Nee, dat niet. Heeft u dinsdag naar de finale van de 1500 meter gekeken? En wat vindt u van de topprestatie van de Oosterhouder Niels Laros? We hebben niet gekeken, dus geen idee. Dus ja, een topprestatie. We zijn trots op hem, maar we hebben het niet gezien. Nee. Die heb ik gezien. Want ik wist dat Niels ging lopen, Niels Laros. Die heeft bij mijn dochter volgens mij in de klas gezeten. Op de meander hier in Oosterhout. Dus heel Oosterhout kent hem en volgt hem. Dus ja, ik vind het geweldig dat die jongen is 19 jaar en dan zo'n prestatie neerzetten op zo'n groot evenement. Ja, is gewoon een compliment waard. En ik denk dat we nog meer van hem gaan horen. Ja, zeker. Ja, heb ik niet gezien, nee. Nee, ik is voor het eerst dat ik het niet kijk, maar ja. Omdat we hebben zoveel afleiding tegenwoordig. Hè. Vroeger had je veel minder afleiding en Olympische Spelen was echt een ding. En nu, ik merk aan mezelf dat ik zoveel afleidingen heb met je telefoon, met je computer, met je... Ja. Ja, we hebben zoveel te doen, we kunnen ook zoveel doen in 1 dag en het is, je moet je aandacht verdelen. Well, we didn't see it, but 6th in the world, that's very impressive. Yes. So yeah. 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 I feel like it's quite difficult to get there. So even though I didn't see the race, I can only imagine how fast it must have been. Vindt u ervan? Gekeken. Ja, ten eerste heel erg vet. Ontzettend trots, ontzettend knap. Zesde worden op je eerste spelen, dat is natuurlijk gewoon echt bizar knap. Dat is gewoon en super leuk om een bekend gezicht te zien, want hij heeft mij op school gezeten. Dus het is ook wel, ik ken hem niet, maar zeg maar, ik herken hem wel. Dus dat is wel heel vet om dat te zien op de Olympische Spelen. Weet u toevallig of hij jong al bezig was met hardlopen?
Nou, mijn broertje is volgens mij wel redelijk vriend geweest met hem. En die zei dat hij eigenlijk vanaf jong af aan al wel rent. Maar pas de laatste paar jaar echt serieus. Maar ik weet niet helemaal hoe dat precies waar is, hoor. Dat heb ik van hem gehoord. Ja. Ja. Nee. Nou, wat vinden jullie van zijn prestatie? Ja, nou, wel netjes. Ja, heel knap, toch? Ik zou het hem niet nadoen. Stelling van de week. De Olympische Spelen is het mooiste sportevenement ter wereld. Ja, daar zijn we het wel mee eens. Ja. Vind je dat ook? Ja. Nee, zeker niet. Nee, ik ben voetballiefhebber en ik kijk dus liever naar een WK voetbal of een EK voetbal of een Champions League finale met Feyenoord erin. Daar kan ik van genieten. Maar dat zal nog wel even duren, denk ik, voordat het weer zover gaat zijn. Ja, because you know it's cool to see how everyone does internationally. Because I know there are lots of national sports, so it's just their country or their little city. But when you put it into a bigger perspective, that's really cool to see who comes out on top. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Onze stelling van de week. De Olympische Spelen is het mooiste sportevenement ter wereld. Jawel. Ja, ik vind ook van wel. Ja. Ja. Yes, heb je gelijk in. Ja? Wat vindt u? Ja, ik vind wel, ja. Want die WK voetbal, nee. Mensen die zo gauw ze maar geraakt worden, dan leggen ze plat op de grond. En die scheidsrechter die trapt er nog in ook. So you are for the Americans, I guess? The Canadians. Canadians? Yes. Okay. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Rob Flemmix, Schilders, Breda.